gaan we dus foto's maken vandaag. Ik ben er echt mega blij mee. Oh, het wijntje ontbreekt nog. Het is donderdag en ik zie er echt zo slecht uit. Het is echt niet oké. Ik heb gisteren met nat haar geslapen, dus het is echt helemaal door de war. Ik ben echt lijkbleek en ik weet niet. Ik moet gewoon eventjes lekker een rustig zelfcare dagje hebben. Dus dat ga ik vandaag lekker doen. Ik ga straks eventjes een masker in mijn haar doen. Ik ga mijn gezicht helemaal reinigen, scrubben, maskertje opdoen. Ik ga mijn kamer lekker helemaal opruimen. Ik wil het huis eigenlijk ook eventjes een beetje opruimen. Ik heb een soort van to-do-listje gemaakt. Wat ik vandaag en morgen allemaal wil doen. Vandaag wil ik mijn kamer opruimen. Wil ik het huis een beetje opruimen. Het huis stofzuigen en dweilen. Karton weggooien. En de video editen met Dagmar. De mukbang die ik afgelopen maandag heb opgenomen. En morgen wil ik de kledingkamer samen met Dagmar opruimen. En wil ik een Xenas video filmen. Een lounge video filmen. En moet ik eventjes pakketjes van Fiore op de post doen. Dus vandaag is echt meer een beetje een opruimdagje. En morgen is echt meer een beetje een... Doe dagje, als je het zo kan noemen. Ik ben echt lijkbleek. Het ziet er echt niet uit. Maar ik heb dus wel echt mega gave schoenen gekregen. Dus die wilde ik wel eventjes aan je laten zien. Ik ga jullie eventjes proberen neer te zetten. Maar ik heb dus nieuwe schoenen mogen ontvangen. Ik heb met hun samen een winactie. Ook samen met Isaluna. Hun account heet Resell by Ryan. En iets van Robin. Het heeft allemaal losse lettertjes en zo. Maar ik zal het eventjes in de beschrijving zetten. Maar als jullie deze video zien, staat de winactie online. De winactie is zondag 14 maart online gezet. En je kan dus een paar Jordans winnen. Niet dit paar Jordans. Je kan op ons Instagram kijken welk paar Jordans je wel kan winnen. Maar Isaluna en ik mochten allebei ook een paar Jordans uitzoeken. En ik heb deze uitgekozen. En ik ben er echt intens blij mee. Ik zal ze wel eventjes aan jullie laten zien. Dit zijn de Jordans die ik heb mogen ontvangen van hun. Ik ben er echt mega blij mee. Het zijn dus een beetje van dat lak. Dat witte hier is wel gewoon van leer. En hier ook. Het zwarte ook. Alleen het blauwe is dus van een soort van lak. En ik vind ze echt ontzettend gaaf. Ik heb ze in een maatje 36. En ik ben hier echt intens blij mee. Dit is nu mijn derde paar Jordans. En ja, ik weet niet. Ik vind Jordans de laatste tijd gewoon echt heel erg leuk. Net zoals deze. Ik wil al heel graag... Blauwe Jordans, als je mijn vorige week vlog had gezien, dan wist je dat ik wat ingeschreven of mijn best ging doen om die lichtblauw te krijgen. Dat is helaas niet gelukt, maar ik heb nu wel deze blauw en hier ben ik ook echt ontzettend blij mee. En dit is dat Instagram account, dat Resell by Ryan. Maar alles voor de winactie staat in de beschrijving, dus dan moet je daar eventjes op kijken. Ik ga denk ik eventjes beginnen met mijn kamer op te ruimen. Dan ga ik daarna het masker in mijn haar doen en eventjes mijn gezicht en zo. Maar dan is mijn kamer in ieder geval opgeruimd, dat geeft wel heel veel... rust in mijn hoofd. Dus ik denk dat ik dat eerst eventjes ga doen. En daarna lekker selfcare dingetje. Ik heb een hele tas met boodschappen gehaald. Ik dacht misschien wel eventjes leuk om te laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Als eerst heb ik een taartje gehaald. Een Tobias, een vriend van Dagmar, komt zo. En die is vandaag jarig. Dus we dachten wel eventjes een klein taartje om neer te zetten. Dat is wel zo leuk, omdat hij jarig is natuurlijk. Komkommer. Paprika. Twee bakjes tomaat, Dagmar. En ik ga vanavond allebei couscous eten. Alleen ik eet bij mijn vader en Dagmar hier. Dus ik heb alles eventjes dubbel gehaald. Avocados, want dat doen we ook altijd in onze couscous. Ik doe er altijd feta in en Dagmar doet er altijd mozzarella in. Dan heb ik voor nu om te eten eventjes twee bruine boterhammen met eiersalade gehad. Want ik heb echt heel erg veel trek, dus dat ga ik zo lekker maken. Schoonmaakdoekjes. Eventjes zo'n nieuwe mop of zo heet dat toch? Zo'n hoes voor om je, als je gaat dweilen, want die van ons... Die viel helemaal uit elkaar, dus ik heb eventjes een nieuwe gekocht. Dan twee groene ijsthee. Die was lekker in de bonus. Zalm voor in de couscous. Dan glasreiniger. Kan ik eventjes alle spiegels zo meteen schoonmaken nog. Afbakbroodjes. Natuurlijk couscous. Dan heb ik nog mais voor erin gehaald. Dat eet Dagmar Miel altijd in een couscous erbij. En ik heb voor Dagmar nog twee blikjes Red Bull meegenomen. Want dat drinkt ze altijd. Dus ik ga dit nu eventjes... inruimen allemaal, dan ga ik lekker douchen. Nou, ik ga eerst even eten, dan douchen. Een zelfruimertje op en de hele mikmak. Want ik ben dus klaar met huis schoonmaken. Dat wil ik even laten zien. Het is de keuken weer helemaal lekker schoon. Dit ligt er omdat ik natuurlijk zo dat broodje ga maken. Maar ook weer lekker gedweld en alles heerlijk. Dan mijn slaapkamer. Daar liggen allemaal dingen op mijn bed wat weg moet. Of nou, dat ik eventjes weg moet brengen. Dit groene tasje moet naar mijn oma. Blauw tussen naar mijn moeder en die zwarte tas moet naar Milan. Maar verder is het ook wel helemaal
opgeruimd. Dit kastje ga ik van de week maken. Ik krijg trouwens heel vaak de vraag wanneer deel 2 van de verhuisvlog komt. Alleen, er zijn nog gewoon heel veel dingen die moeten gebeuren. En dat wil ik allemaal gewoon het liefst in één verhuisvlog proppen. Bijvoorbeeld deze spiegel moet nog opgehangen worden. Het kastje moet nog, of dit krukje moet nog in elkaar gezet worden. We gaan de wc nog behangen. Er moeten nog meubels komen. Er moet nog een lamp komen, dus er moet nog heel veel gebeuren. Dus dat doe ik het liefst allemaal gewoon in één video. Maar ja, dit is mijn kamer nu. Lekker schoon. Ik ben ook echt super blij met dit. Dan de gang is ook weer helemaal lekker schoon. Morgen gaan Dagmar en ik de kledingkamer doen. Dat is dus ook nog een dingetje wat nog lang niet af is. En echt een bende. We hebben gewoon veel te veel kleren voor de ruimte die we hebben. Dus we gaan dit morgen samen helemaal opruimen. Dit is nog het enige rommelhok, zeg maar. Maar de badkamer is lekker schoongemaakt. Er staat nu ook een wasje aan. De badkamer is lekker gestofzogen en gedweld en schoongemaakt. Ik ga alleen nog eventjes de spiegel dus zo meteen doen. En de badmat en zo heb ik ook even in de was gedaan. Dat vind ik wel lekker als die één keer in zoveel tijd in de was zit. De wc is helemaal schoongemaakt. Ook weer lekker fris. En we gaan dit dus, behangen. Maar dat zien jullie allemaal in de verhuisvlog. Maar daarom dat het allemaal wat langer duurt. Nieuwe wc-bril kunnen we er dit weekend eindelijk opzetten. Dus daar ben ik ook blij mee. Gewoon een witte wc-bril ziet het er ook al een stuk frisser uit, vind ik. En dan natuurlijk de woonkamer. Die is ook weer lekker helemaal schoon. En als je denkt, wat is er met jullie tafel gebeurd? Die poot is afgebroken daaronder. Dus we hebben nu een nieuwe tafel besteld. Alleen we dachten, we leggen het eventjes neer. Want dan hebben we tenminste wel iets waar we bijvoorbeeld ons drinken en zo op kunnen neerzetten. En zondag komt mijn vader tv-meubel brengen. Dus dan wordt het allemaal weer iets meer een huis. En hier gaan we nog allemaal decennial posters ophangen. Die gaan we vanavond uitzoeken. Dus ja, dit is eventjes het huis snel opgeruimd. Heerlijk twee broodjes met eierslagen gemaakt. Ga ik even lekker opeten. En dan ga ik lekker douchen en mezelf ook klaarmaken. Want ik zie er echt niet uit. Het is vrijdag. En zoals jullie misschien kunnen zien, ben ik wakker geworden in het huis van mijn vader. We hebben vannacht hier geslapen. En ik heb gisteravond lekker zelfruinertje opgedaan. Dat is denk ik ook wel te zien. Ik heb eventjes snel twee pakketjes voor Fiore ingepakt. Want die ga ik op de post doen. Het is nu 9:30. En het gaat schokjes regenen. Dus ik moet eigenlijk even een beetje opschieten. Want het is nu nog droog. Doe ik eventjes deze twee pakketjes op de post. Dan ga ik even langs mijn moeder. Die wilde ook een Fiore trui hebben. Dus dan geef ik die even bij haar af. En dan ga ik naar huis twee video's filmen. Eentje voor Lounge, eentje voor Xenos. En Dagmar en ik gaan de kledingkamer opruimen. Dus dat gaat heel wat worden. En vanavond komen Zoe, Keer en Romy. Dus dat is gezellig. Keer blijft eten. Zoe en Romy niet volgens mij. Maar we gaan wel even kijken wat we gaan doen. We kunnen natuurlijk niet heel veel doen. Zullen we gewoon spelletjesavond worden of zo. Dus daar heb ik ook zin in. Ik ben ondertussen weer thuis aangekomen. Ik heb me eventjes aangekleed. Of nou, deze trui had ik al aan. En ik heb trouwens een nieuw kettingje van bij Nook. Heb ik laten maken en daar staat op liefde. Ik denk dat je het heel goed kan zien. Maar ik heb natuurlijk een tatoe op mijn arm en daar staat liefde. Dus dat vond ik wel leuk. Ik heb eventjes mijn haar gedaan. Make-up gedaan. Ik ga nu een video opnemen voor Xenos. Ik heb het allemaal al eventjes hier klaargezet. Ik dacht misschien is het wel leuk om het hier te filmen. Aangezien het een soort van house videootje is. Dus ik ga het hier filmen. En dan ga ik hem ook gelijk eventjes bewerken en opsturen. En als ik dan nog tijd heb, ga ik ook de video voor Lounge maken. Die hoeft wel pas over anderhalve week. Hoef ik hem pas erop te zetten. Maar ja, ik dacht, als ik vandaag tijd heb, is het wat chill om die vandaag gelijk te filmen. Dus dat is wat ik nu eventjes ga doen. En als Dagmar dan straks thuis is, gaan we samen de kledingkamer opruimen. Want onze kledingkamer is echt dramatisch. Zoals je misschien ook kunt zien. Dus ja, een hoopje ellende. En we hebben gisteren een nieuwe lamp binnengekregen. Die hadden we besteld bij Quantum volgens mij. Want we hebben hier in de woonkamer dus nog geen lamp. Maar hij moet dus in het plafond geboord worden. En dat kunnen wij niet. Dus dat laten we maar aan iemand anders over. Maar tot dien hebben we deze lamp eventjes. Van Xenos dus. Maar die kunnen jullie allemaal zien. Al deze spulletjes in de video van Xenos. Als die online staat, zal ik het wel eventjes in de beschrijving linken. Maar ik ga nu even de video opnemen. Oké, eerste video heb ik opgenomen. Die van Xenos. Want die moet ik vandaag toesturen. Nu ga ik de tweede video filmen. En dat is dus van Lounge. En ik heb nog zoveel mooie dingen van hun gekregen. Dus die ga ik nu filmen. Dan ga ik daarna Xenos bewerken en naar hen toesturen gelijk. En dan ben ik in principe klaar met filmen en dingetjes voor YouTube doen en zo. Lounge hoeft pas, zoals ik zei, over anderhalve week. Maar ik vind het wel gewoon chill om het maar gewoon
gedaan te hebben. Ik heb echt weer zoveel mooie setjes van hun gekregen. Dat is echt niet normaal. Ik ben er echt iedere keer heel erg blij mee. Voor de mensen die misschien niet weten of wel. Ik weet niet of ik dat ooit heb gezegd. Maar ik heb dus een long-term partnership met Lounge. Dat betekent dus dat ik een jaar lang een samenwerking met hun heb. Ook echt onder contract en zo. Dus dat ik gewoon een jaar lang gratis ondergoed van hun krijg. Hoe chill is dat? Het begint nu een beetje donker te worden. Ik hoop niet dat het op camera ook zo meteen wordt. Dus ik ga snel beginnen met filmen. En ik had nog wat dingetjes van Naked binnengekregen. Of nou, ik had vorige week al dingen binnengekregen. Heb ik volgens mij niet aan jullie laten zien. Maar 19 maart, dus aankomende vrijdag voor jullie, komt er op mijn Instagram een Naked haul te staan. Dus daar zul je alles een beetje in zien wat ik heb uitgekozen. Blazer heb ik een hele mooie leren blazer. Heel erg leuk shirtje. Maar er was een item niet op voorraad. Dus ik moet wat nieuwe dingetjes uitzoeken. Dus dat heb ik gedaan. Dus ik dacht dat kan ik wel even aan jullie laten zien. Allereerst een broek uitgekozen. En die had ik bij de vorige bestelling al uitgekozen. Alleen die was echt te groot. Ik had hem in een maatje 36. Maar ik vond hem zo leuk. Dat ik dacht, weet je. Ik kies hem gewoon in een maatje kleiner. In een maatje 34. In de hoop dat deze wel past. Want ik vind hem gewoon echt heel erg leuk. En dat is deze broek met twee verschillende kleuren. Deze pijp is dus lichtblauw. En deze kant is dus donkerblauw. En aan de achterkant is die ook zo. En die band die loopt zeg maar wel door. En ja, ik weet niet. Ik vind deze gewoon echt heel erg leuk. In een maatje 34 heb ik deze dus. En ik heb hier al een foto mee gemaakt. Die heb ik volgens mij alleen nog niet geplaatst. Maar ook alles aan zullen jullie ook allemaal 19 maart in mijn Naked story zien. Of in mijn story van Naked. En ik heb ook een 25% kortingscode voor jullie. Dus wil je dat bestellen? Wacht even tot vrijdag. En dan heb ik nog een heel erg mooi topje uitgekozen. Een heel mooi satijnen topje. Ik dacht gelijk van, oh, dit is echt een dingetje voor vakantie. Ik wil namelijk echt zo graag op vakantie. Ik weet niet wanneer of waarheen, maar ik wil gewoon echt heel graag op vakantie. Maar oké, iedereen wil dat denk ik. Maar het is in ieder geval zo overbelicht als ik iets zwarts laat zien. Maar dat is in ieder geval dit satijnen topje. En dan hangt het zo heel erg mooi. En aan de achterkant, kijk of ik dit goed kan laten zien. Aan de achterkant zit het dus helemaal zo gekruist. Vind ik echt heel erg mooi. En deze heb ik wel in een maatje 36. Omdat ik dacht, ik vind het mooier als deze iets te groot zit. Dan ploft hij alleen nog maar meer dan dat hij iets te klein is. Dus ik heb die in een 36 uitgekozen. En de rest van de Naked items die zien jullie dus in mijn Instagram story. Dus houd het zeker eventjes in de gaten. Als je daar benieuwd naar bent. Ik ga nu echt mijn video bewerken. En dan hopelijk komt dat maar zo thuis. Want ik verveel me. Heerlijk. Alleen het wijntje ontbreekt nog. Ja, nou. Maar. Ik heb nog ijsjes gaan halen. Zaten lekker op het gras. Kijk, dus wat voor heerlijk avondmaaltje wij geproduceerd hebben. Helemaal zelf gemaakt, hè? Ja, ze hebben bakjes gelegd. Heel erg lekker. Dit zijn echt de dingen die Fleur altijd haalt. Maar dit is ook... Deze bakjes haalt zij altijd. Goed opgevoed. We zijn in de parkeergarage. Het is vandaag zaterdag. We hebben even heel snel een foto gemaakt. Ik hoop dat jullie hem kunnen horen. En we gaan nu lekker broodje halen. En lekker eten ergens. Ik weet niet of we buiten gaan eten of dat we mee gaan nemen. But I like it. We zijn weer eventjes terug thuis bij mij. We hebben een Boosty broodje besteld. Dat kan ieder moment bezorgd worden. En dan gaan we naar Milans huis. Want we hebben ook voor Jet en Storm besteld. En dan gaan we daar lekker ons broodje op eten. Het ging een beetje regenen buiten. Dus we zijn weer snel teruggekomen vanuit de stad. Oh, deze man rijdt echt als het goed is bijna de straat in. Maar ik heb dit topje vandaag aan van Naked. Ik vond hem opeens in mijn kast. Ik weet ook niet of hij van Dagmar is of van mij. Maar hij is een hele open rug. Dat vind ik wel leuk. Met deze kettingtjes. Kijk hoor. Deze is van dat Knijp. En deze is van bij Nook. En dan deze broek aan van de Zara. En gewoon mijn groene Jordans. Maar ik vind het wel grappig om eventjes die mannetje te filmen. Als hij in je kant. Ja! Ik zie hem. Oh, hij zit nu achter een boom. Kijk. Daar komt hij met zijn blauwe jasje de straat in gereden. Heerlijk. Mooi truipje aan zeg. Waar is die van?
Joré. We hebben lekker eten gehaald. We hebben allebei pasta carbonara, bruschetta en lekker lava cakeje. En we zijn flink Maastricht aan het kijken. Het is zondag. En mijn vader die is net het tv mee komen brengen. Dus het ziet er al beter uit. En hij heeft de wc-bril erop gezet. Die ziet er ook al veel frisser uit. Maar dit was natuurlijk niet zonder tegenprestatie. Ik ga auto rijden. Dus ik hoop dat jullie gaan vermaken met deze beelden. En even die bril goed opzetten. Maandag, wij zijn bij ons, hoe noem je dit? Management, hè? Ja. Ja, management. en ze hebben hier dus echt een ziek mooi pand. En hier gaan we dus foto's maken vandaag. En ze hebben echt, ja, ik ga het even hier laten zien, maar dit is toch gewoon echt... Kijk, hier heb je allemaal leuke attributen. En dan heb je allemaal verschillende kamers. Hier heb je dus ook nog, ja, het is allemaal wel een beetje hetzelfde hoor, maar... Allemaal aparte kamers. En deze ramen zijn ook prachtig. Dus we hebben onze spulletjes meegenomen vandaag. En gaan foto's maken. Ik heb dit pak aan van Colliver Rebel. Met mijn schoenen eronder. En we gaan even foto's maken. Ik heb zelf radar opgedaan. Misschien zie je dat. Ja, heb ik trouwens vlekken op mijn rug. Nee. Oh. Nee. Dat gaat lukken. Dat is mooi. Misschien kunnen we straks even een TikTokje nog maken. Waar is die spiegel? Ja, die is beneden wat ik zit. Oh! Ja. Of waar die jongen net stond. Zullen we daar even kijken? Ja. Onze naaktshoot zit erop. Nee, we moesten allebei een foto voor lounge maken. We hebben al... Hoeveel hebben we al foto's van gemaakt? We hebben deze, dat setje. Ja. En we hebben nu eventjes eten besteld, want we hadden echt zoveel trek. Deze wijn is niet van ons hoor trouwens. Chop, chop. Is dit jouw zuurzak? Zal ik dit even opzetten? Oh, dit is mijn mango sapje. Wat heb jij eigenlijk besteld? Ik heb een... met kip. En dit is een mango sapje. Nou, we hebben dus echt best wel veel foto's gemaakt. Maar we gaan even door. Maar we gaan nu eten. Dus we hebben nog maar heel klein beetje nacho doen. Best wel vol. Ze is van jou? Ja. Okay. Lekker. Ik heb de tuna melt. Mijn favoriet. Oh ja, gewoon. Die heb ik ook als gemist met avocado toch? Ja, dat is lekker. Heerlijk. En bij mijn bitjes. Even kijken. Beetje smakelijk. Lekker gerookt. Zelfs scherp kipje. Tuna in toch? Ja. Even kijken, ga ik dit eten? Ik ga even mijn camera neerzetten voor content. Ook echt precies dit. We gaan lekker shooten. We gaan het model op de foto zetten. Dus die van jou is veel meer gekleurd. Veel kijkplezier. Ja, ik heb volgens mij aangepast. Ik weet niet waar ik naartoe moet kijken. Ik ook niet. Leuk als ze al wel eens zien dat ze dit doen moeten kijken. Zo, ondertussen zijn we weer terug uit Amsterdam. Ik zit nu bij Miu in de auto. Nu komen we ophalen, want daar ga ik vanavond slapen. Dus we gaan even boodschappen doen, we gaan pasta eten. En dan weer eten.
en bluffen kijken. Want dat zijn we ook opnieuw aan het kijken.